Ja, er zijn er altijd een paar die zijn het eerst. En de band begint ook te spelen natuurlijk. Zo werkt dat. Het is weer prachtweer hier bij de Oosterpoortbrug in Vlaardingen. En ze worden hier opgewacht door een vrolijke band. Lekker stukje muziek erbij. En dan komt er weer een volgend groepje aan. Ja, je hebt er altijd een aantal die natuurlijk lekker doorlopen en doormarcheren. Ja, en dan verspreidt natuurlijk die hele groep zich. Zo werkt dat nou eenmaal. En ook de 5 kilometer komt binnenlopen. Zie je, die komen van de andere kant af. En natuurlijk ja, gaat de brug dan eventjes open. Hè. Dat, houdt dan in ieder geval de boel een beetje op, zodat je één grote groep zometeen krijgt. En dat is een goed moment eigenlijk. Ja, en dit schip wou even passeren nog voordat de vierdaagse in alle hevigheid hier binnenkomt druppelen op deze mooie donderdagavond. Nou, de bomen gaan los. De bellen gaan en daar komt de groep natuurlijk aan. Die stond natuurlijk lekker te wachten. Dat betekent dat wij een aaneengesloten rij nu krijgen. Dat is voor het beeld natuurlijk wat prettiger, net zoals die aaneengesloten rij van auto's. Het was natuurlijk wel goed geregeld dat eigenlijk in eerste instantie de 5 kilometer binnenkomt, zodat de kleintjes allemaal voorop kunnen lopen zometeen. Bij de intocht. Het is toch een kwestie van goede organisatie en dat hebben we hier in Vlaanderen eigenlijk al jarenlang met die vierdaagse. En vandaar dat het elk jaar weer drukker wordt en meer mensen hier aan meedoen. Dat zegt eigenlijk genoeg. De sfeerplaatjes van Vlaanderen op zo'n dag als deze zijn fantastisch mooi. Op deze vierdaagse binnenkomst, deze mooie donderdag.
geen einde aan te komen. Wat een geweldige opkomst, wat een geweldige drukte. Veel vaders, moeders, opa's en oma's die graag trots zijn op hun kinderen. En ja, dat ook belonen. De bloemen of met iets lekkers mag ook. Zo, de Dijkstraat is lange tijd niet zo vol geweest. Het is ook een prachtig gezicht. Martini kijkt rustig van boven toe hoe alles weer aan hem voorbij trekt. De grote stoet van mensen, vierdaagse lopers uit Vlaanderen en omgeving. Met dit shot komt er weer een einde aan deze vierdaagse van Vlaanderen. En het is nu richting het Choucoulon en daar gaan we ook heen. Want in juli brandt daar weer de strijd los. En is daar weer de PC waar u natuurlijk ook allemaal weer bij moet zijn. En wij hopen u daar ook weer te zien.